Jarenlang bracht ik als jakhals naar menig bekende Nederlander een vers ontbijt. Oftewel Breakfast with the Stars. En vandaag in de allerlaatste aflevering van De Wereld Draait Door alle tijden is eindelijk Matthijs van Nieuwkerk aan de beurt. Ken ik mee? Nee. Tieringleiers! En wanneer horen we dat dan? Man, doe even normaal. Even opzij. Zo, meneer van Nieuwkerk. We hebben even een paar vragen voor u. Afstand, hè? Zou u even de fiets willen parkeren? We hebben even een aantal vragen voor u. Even afstand, hè? Ja, anderhalve meter. Kom maar even zitten, denk ik zo, hè? Zeker. Toch even, hè? Schrok je? Ja, ik schrok. Want ik was ontzettend in gedachten verzonken. Dat zit ik even over te mijmeren, ja. Klein glaasje erbij. Ja, vanavond om 8 uur is het een herinnering. Het maf is ook, Matthijs, we zijn toch even ook samen door wat foto's gegaan, hè, van de afgelopen jaren. Om te kijken in hoeverre jij veranderd bent. Het gekke is wel, in het eerste jaar, toen leek jij eigenlijk meer op Frank Evenblij dan op Matthijs van Nieuwkerk. Qua haar, Frank. Ja. Ja, ik had lang haar, man. En dat mocht ook. Ja, en een paar kilo's dikker natuurlijk. Ja, ik was ook iets dikker. Ja. Nee, dat klopt. Nee, wat wil je er over zeggen? Ja, dat is zo. Waarom had je eigenlijk zo lange haar vroeger? Dat vond ik goed staan. Dat vond ik oké. Okay. Nee, tuurlijk. Het zag er wel goed uit, toch? Lang haar dragen. Maar als je dan die foto's zo'n beetje naar elkaar zet, hè, zo iedere keer met 2-3 jaar ertussen, dan kun je toch ook wel zien dat de tand destijds jou toch beter heeft. Je denkt, ik stel eerst 4-5 zoete vragen. Die knippen we eruit. 15 jaar De Wereld Draait Door is ook 15 jaar lang jouw taalgebruik, waar we altijd intens van hebben genoten. Dacht je daarover na eigenlijk aan de voorkant? Hè? Nee. Een pikante rietje, nee. Olympisch. Ja. We gaan even kijken naar een klein boeketje. Waarvan achter? We noteren met potlood. Even voor de administratie. Tampie. Tampie. Zwaar. 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 Ik denk er helemaal niet over na. Dat is gewoon mijn taalgebruik. Ja, Matthijs, dan zit het er nu op. Dank je wel, ook namens ons. Ja, en dan zeggen wij gewoon nu officieel tot zover. Tot nooit meer. Nou, tot ziens. Tot ziens. Ja. En een trommel op tafel, toch? Ja. Yeah.